Voor het omgaan met en voornamelijk ter preventie van agressie is een signaleringsplan een bijzonder waardevol werkinstrument. Omschreven op een zeer gedetailleerde manier gedragingen van de persoon, die wijzen op toenemende stress doorheen verschillende fases. En vervolgens gaan we per fase omschrijven wat we kunnen doen en op welke manier we dat gaan doen om die persoon te gaan ondersteunen. Nu is gedrag op een objectieve manier omschrijven niet altijd evident. Zeker niet wanneer het gaat om kleine accenten of minieme verschillen ten opzichte van het zogenaamde normale gedrag, het gedrag in basisrust. Bijvoorbeeld een bepaalde blik in de ogen, een grimas, een verandering in stemvolume of een verandering in toonhoogte zijn zaken die moeilijk te beschrijven zijn. Wanneer onze geschreven woorden tekort schieten, kunnen we gaan gebruik maken van concrete beelden. Bijvoorbeeld een foto, bijvoorbeeld een stuk video. En op die manier wordt ons signaleringsplan een nog concretere houvast bij het omgaan met een dreigende uitbarsting.